goeiemorgen. Dit is een nieuwe jaar en het is die eerste afskop van ons oordenkings in die ochende. En hierdie week wil ik bij jou stilstaan bij die 24 uur wat God voor ons elke dag gee. En dan gee hy vir ons hierdie 24 uur om te gebruik soos ons wil. Maar die ergste van alles is, as die 24 uur voorbij is, is dit voor altijd voorbij. Soos ons allemaal weet, wens ons altijd, ons kan hier die dag wat voorbij is net kon terugdraai en net ons kans weer oor benut, maar daar bestaan nie so ding nie. Daarom is dit so verschrikkelijk belangrijk wat ek en jy elke dag met hierdie 24 uur doen, wat God vir ons gee. Wat gaan vir jou vandag die heel belangrijkste ding wees wat jij moet doen? Gewoonlik is die heel belangrijkste ding wat jij vandag gaan doen, die ding wat voorrang krijg in jou kop. Al is het eerste eten vanaand saam met geliefdes of vanmiddagse dokters afspraak. Al waaraan jy kan denken is aan daardie dinge wat vandag moet gebeuren. En so die ander dinge wat ook baie belangrijk is, gaan eindelijk maar net self op hulle eie tempo en spoed voorbij. Daarom is het zo belangrijk om met die belangrijkste dingen in jouw leven eindelijk eerst te beginnen elke dag. Met die afspraak van me vanmiddag is niet eindelijk die belangrijkste niet. Maar in jouw kop en denken is dit belangrijker. Maar wanneer je je prioriteit terecht hebt, zal die dingen wat belangrijker is als die afspraak, jouw afspraak van vanmiddag baie makkelijker maken. In Prediker 8, vers 5 tot 6. Sê die Heere vir ons, wijze mensen weet wanneer en hoe om op te tree. Dit wil sê, hulle weet wanneer om wat te doen. Hulle weet wanneer om wat te doen, wijze mensen. Het jy ook al achtergekom dat die heel onbelangrijkste dingen wat een mens elke dag moet doen, soms lekkerder is als die goeders wat ons moet doen? Ek vang my altyd selfs uit as ek so ernstig bezig is om daar te sit en skilder in my werkskamer, dat ek vergeet wat dat ek kos op die stoof het. En nou die dag het ek juist die aardappels tot as gekook. Om jou dag reg te begin, help dit dat die rest van jou ure in die dag gladder verloop. En dat jy selfs die moeilikste dinge van die dag makkeliker kan hanteer as jy jou dag reg begin het. Daarom maak elke dag tyd vir dit wat werkelijk sal maak. Jy het net 24 uur. En daarom wil ek vir jou sê, kom ons begin met die saak maak tyd by God. In Psalm 31 vers 15 tot 16 staan, ek vertrou op die Here elke dag. U is my God, U is my toekoms, want my toekoms is in U hande. Ek bid ook vir jou vandag, dat ek en jy fyn aanvoeling sal hê en ontwikkel oor die dinge wat regtig belangrijk is. En dan kan onderskei, waaraan moet ek meer tyd spandeer, sodat die 24 uur wat God vir my vandag gee, sinvol gebruik sal word. En dat ek die moeilike en die makkelijke tye beter sal kan hanteer. Kom ons vra vir God, die Vader van tyd, om ons die jaar, die week, die dag, die minuut, elke oomblik van die dag, een gawe van onderskeiding te gee, sodat ons binnen sy plan bly. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons soveel gee, maar Here, dat ons soveel meer wil hê. U gee ons 24 uur, en daarvan benut ons dit nie eers nie. Help ons met nuwe oë, om met nuwe oë na 24 uur te kyk. Amen.